Hoi allemaal, wat super leuk dat je weer kijkt naar deze gloednieuwe kookvlog. Mijn naam is Willemien van het YouTube kanaal HS411. En vandaag ga ik weer een heel lekker gerecht maken. Ik ga namelijk maken Turkse durum. En wat je daarvoor nodig hebt is kip. Ik heb al in stukjes paprika, een appel, spitskool. En nou ja, er zitten, ik doe normaal niet met pakjes en zakjes, maar ik ga dit eens een keer proberen. En er zitten die durumwraps in en er zit een specerijenmix in. Die ga ik nu bij de kip doen. En dan moet je olie toevoegen en dan moet je het eventjes laten intrekken. En je moet ook yoghurt gebruiken aan het eind, dus we gaan eventjes bezig. De kip is heerlijk aan het pruttelen en die kruiden die ruik je echt, ruikt heel erg lekker. En ondertussen heb ik alles ook gesneden. Ik heb ook nog courgette erbij gedaan, appel dan. En dan moet je straks de paprika en de courgette even toevoegen aan die. En de spitskool moet ik ook even checken. En natuurlijk tuurlijk. En dan gooi je alles lekker door elkaar. En dan ga je het ook lekker wokken. En ik doe er zo nog een beetje olijfolie bij. En dan ga ik het nog lekker wokken. Nou, alles staat lekker zo nog even een beetje op. En de spitskool die heb ik ook even opgezet. En die moet koken. Die moet je later even met yoghurt vermengen. En dat is dan ook heel lekker bij de durumbroodjes. Die moeten even in de magnetron op 30 seconden ongeveer. Dat kan straks. En dan doe ik straks ook lekker het sausje erbij. En dan moet dan met yoghurt, zeg maar. En die moet je dan apart doen. Dat sausje ga je er dan straks aan het eind, zeg maar, lekker over doen. De spitskool heb ik ongeveer 5 tot 7 minuten even laten koken in water. Ik giet het nu af. En dan ga je dat zeg maar met yoghurtmengsel, met het lekkere kruidensausje zeg maar, ook mengen. En die salade doe je lekker apart. En dan doe ik zeg maar deze ongeveer, nou volgens mij moet het 30 seconden moet het in de magnetron. Maar ik doe iets langer. En dan doe je zeg maar deze lekkere yoghurtdressing met kruidensaus. Vermeng je eroverheen. Dan doe je dit eroverheen. En dan doe je de salade lekker apart erbij. En dat wordt echt smullen. En dan giet je een deel van de saus een beetje bij de spitskool. Dan roer ik het even lekker door. 650 watt heb ik niet, dus ik doe 600 watt. En dan doe ik even kijken. 50 seconden. Nou, de durumwrapjes zijn klaar. Ik heb eerst hieronder de lekkere saus gedaan. Daarna het lekkere mengsel van kip, courgette, paprika en appel erop. En dan ga ik nu lekker de spitskool, die ook nog gemengd is met een beetje die lekkere yoghurtdressing, lekker er zo bij doen. En dat doe ik gewoon lekker zo erdoor. Dat lijkt me wel lekker. Je kan het ook gewoon los op je bord doen als salade. Maar ik doe het lekker zo bij het wrapje in. En dan nog een beetje erna. Nou, dit was mijn kookvlog. Ik hoop dat je hem leuk vond. Doe even het duimpje omhoog als je hem leuk vond. En misschien ga je het nu ook zelf wel maken. Want het is erg lekker, moet ik zeggen. Want ik heb al een paar hapjes gehad. Leuk als je een reactie achterlaat. En leuk als je even abonneert op mijn kanaal. Groetjes HS411. Doei!